Goedemiddag allemaal. Ik heet Marjan en ik sta hier omdat ik van verhalen hou. Ik kom jullie een verhaal vertellen. De eerste tijd op de lagere school was het net of het ene na het andere luikje openging op die hele grote wereld. Ik leerde lezen en alle verhalen uit de hele wereld waren ineens voor mij. En ik had geluk, want er was een meester die prachtig kon voorlezen, Abeltje van Annie M.G. Schmid. Kon je soms echt bij lachen. En ik had nog meer geluk, want op een middag kwam ik zomaar op school toen de meester zei: jassen aanhouden, we gaan naar de Schouwburg. Daar een toneelstuk. Nou, de Schouwburg wist ik niet precies wat dat was, maar nou, van toneelstukken wist ik alles. Saai, saai. Oh. Op school hadden we met Kerstmis het kerstverhaal gespeeld. En ik was Maria. Oh Jozef, ik ben er zo moe. Zo moe. Nou, als Maria was ik nog saaier dan dat hele saaie verhaal. En ik was dan ook binnen de kortste keren Maria af. En daar stond ik op de hoek van het toneel. Een herder, stil en stom. Nee, dat toneel, dat was het niet. Maar de Schouwburg, ja, dat was prachtig. Zo'n hele grote zaal met rijen en rijen stoelen en alles rood en goud en op het toneel van die fluwelen gordijnen, helemaal rood en allemaal licht boven je hoofd. En alle klas uit heel Rotterdam zaten allemaal samen in de Schouwburg. Herrie je dat het was? Maar toen dat licht uitging daarboven en toen het donker werd, toen werd het stil. En toen gingen die fluwelen gordijnen zo, roetsch, naar twee kanten open. En toen kon het beginnen. Er gebeurde daar van alles, recht voor mijn ogen. Er was een heel slim meisje dat boer Manus zijn paarden aftroggelde. En hij kreeg er een toverpony voor in de plaats. En pas toen die toverpony verdween tegelijk met dat hele slimme meisje, toen werd boer Manus wakker. Nou ja, en toen begreep ik het natuurlijk ook. En wat er toen volgde was een hele wilde speurtocht met allerlei verwikkelingen. En uiteindelijk kreeg boer Manus zijn pony terug. Dus eind goed al goed. En ik kwam terug op aarde. Ik wist voorgoed dat toneel echt niet saai was. Die Schouwburg, die heb ik nooit meer van binnen gezien. Want ik ging naar een klein dorp verhuizen. En dat was jaren later dat ik terugkwam in Rotterdam. Toen was de Schouwburg afgebroken en stond daar een nieuwe Schouwburg. De Kist van Kwist. Maar mooie toneelstukken dat ze daarop konden voeren. Ik weet nog eentje, de gebroeders Leeuwenhard. Over de breedte van het toneel liepen een paar mannen die zo'n grijzig opgerolde paardendeken voor zich hadden. En of het nou echte of denkbeeldige teugels waren, ik weet het niet. Maar je zag de paarden lopen en als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik ze nog gaan. Dit jaar ben ik 70 geworden. En ik dacht, dat is nou eens een mooie leeftijd om je hele familie een cadeautje te geven. En ik nam ze mee naar de Schouwburg, allemaal, alle 17. Naar een familievoorstelling, alleen op de wereld. Die arme Remy, die vondeling, die door zijn pleegouders aan een rondtrekkende artiest wordt meegegeven. En elke keer was een andere speler Remy. Je zou denken, dat is niet te volgen, maar het was echt spannend. En het was weer hetzelfde als met die paarden. Als die Remy met die artiest, met meester Vitali, moet leren lopen, dan zie je ze gaan. Een heel toneel vol, gewoon mensen in het zwart gekleed en af en toe een stem. Is het nog ver? Een kwartiertje? Een half uurtje? Nou, en dan voel je het in je buik, dat het uren, dagen, maanden,
jaren duurt voordat hij dat onder de knie heeft. En zoals altijd, op het puntje van mijn stoel met open mond, kwam ik pas weer terug in deze wereld toen het afgelopen was. En mijn kleindochter van 8 zei: oma, ik ben Remy. Ah, niet echt oma, maar in meeleven. Nou, toen wist ik het weer, toneel, het is echter dan echt. En misschien zou ik toch eens iets aan dat oude verlangen moeten doen om zelf toneel te spelen. Maar ja, denken jullie nou dat ze bij die theaterwerkplaats voor oudere Rotterdammers een herder nodig hebben? En ik moet ook nog denken aan wat mijn moeder zei: je bent zo soepel als een stalen bindje. En de dokter die dreigde met heilgymnastiek. En dan moet ik ook nog denken aan die saaie Maria. Maar ja, stel je nou voor dat ze net als bij Remy een heel toneel nodig hebben met allemaal dezelfde dingen. Dan word ik een boom. Wil ik een vogeltje in de kruin. En dan ga ik zo met van die zacht ruisende takken staan bomen. Nou, misschien moet ik dat dan toch maar eens proberen.